Yo, kijkers op mijn kanaal, mijn naam is Michael en vandaag dacht ik, moet ik wel op het spel klikken, anders hoor je in-game geluid niet. en vandaag dacht ik, ga weer even old school spel spelen. Emily Wants to Play, wat ik vroeger nooit heb kunnen spelen, wel gekeken vaak. Hallo, wat Piet is hier. Volgens mij nog best hard slaat. Hi Emily. Ik heb ik heb het nooit gespeeld. Ik heb alleen gekeken. Ik wou het altijd. Ik wou dit altijd al spelen. Oh hoi. Ah! Huh. Lekker handig. Hallo. Your pizza's here. Nou, daar ben ik weer. Hij crashte. Gaat nog een keer crashen? Waarom crash jij? Hallo, je pizza's hier. Wacht, er zijn twee trouwens. Ja, dat zal wel. Zo, hij doet het. Ik activeer de haard terwijl ze daar zat op een of andere manier. Ik weet niet waarom ze daar zat. Ik wist nog niet eens dat ze daar kon zitten trouwens. Nu is Jesse hier. En toen crashte ik. Twee keer. Maar maakt niet uit. Ik heb de flashlight gevonden. En I think they want to kill me. Dat is. Was dat dit? Volgens mij, dit was toch de geheime kamer? Ik weet dat gewoon nog. Oh, wat? Deze gaat ook schuin. Dat wist ik niet. Huh. Ja, ik weet nog wel wat ik zeg. Ik heb vroeger heel veel gekeken, dus ik weet eigenlijk nog best veel. Ik weet dat dit bord liegt. Behalve nu dan. Waarom is linkermuisknop? Oh, dat ga ik zo vaak doen. Dan ga ik echt zo vaak klikken. Dat is niet normaal. Fucking flashlight. Maar oké. Okay. Doei Emily. Chester, Kiki en Mr. Tedders. Oké. Ik weet dan, bij Kiki moest je aankijken. Bij Chester moest je wegrennen. En bij Mr. Tedders moest je stilstaan. Uit mijn hoofd. Als ik het nog herinner. Dat is zonde van die baas. Join us. We are one. Wat? Join us. Oké, een soort brand. Oké.
hele achievement van gekregen. Ja, nu is gewoon wachten tot de eerste uur begint, tot midnight wordt. Oh, dit. Ik heb gewoon zoom ogen. Zoek, zoek, zoek. Wacht wat. Dit is de. Deze kamer. Oh. Volgens mij is Kiki wakker. Dat is toch. Dat is andersom. Is dat. Het kan zijn dat de basement is. Dat loopt toch daar. Denk ik. They don't care about me. They never loved me. Hi, bitch. Kikkeboe. Kikkeboe. Don't look at her. Zie je dat bord het liegt? Waar ben je? Oh, daar ben je. Hi. Waar ben je daar? Ze heeft dus. Poef. Oké. Die deuren dicht doen. Wat daar, hi. Weer een rare geest. Een soort rare gloed overheen. Het is niet een schaduw. Dat klein. Zal dan. De tv is omgevallen. Hi. Wat lach je als het wel dat je nieuw spawnde? Kikkeboe. 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 Jump. Ah. Begin is heel makkelijk, zoals gewoonlijk. Bij elk spel. Een beetje elke leren kennen als het goed is. En dan, ja. Hopen dat ik Emily kan bieden. Wat ik zeg, ik heb gehoord dat het vroeger heel lastig was. Volgens mij hebben ze niks geüpdate, dus. Volgens mij is het tyfus lastig. Maar dat maakt niet uit. Nou, waar de fuck is ze? Ik weet niet waar ze is. Die licht staat eruit. Het is best kut. Ik kan die licht eraan. Oh, hi. Godverdomme. Dat mag niet. Ja, is het al bijna 1 uur? Duurt weer iets te lang. Dat wel. Ik was aan het drinken, maar span je achter me. Fucking bitch. Oh, ze is weer weg.
My friends help me, they love me. Don't move. Oh, dat is een tip. Al gelijk. Een echte tip. Hi. Waarom is het nog steeds geen 1 uur? Te vroeg, ja. Te vroeg. Wordt ze nu dood? Hij nu dood? Omdat ze voor je spannen al. Het zal het zijn. Als het goed is, elk uur een checkpoint. Dus al zou ik doodgaan door... tetters. Dan wouldn't be so bad. Oh, fuck you. Het zijn allebei. Ah, bitch. Oké. Ik dacht dat het enkele waren. Oké. Ik dacht eerst allemaal 1 keer. Daarna. Dan is het nog 3. Oh nee. Is het 5 uur? Oh, het is. Waar ben je? Waarom zie ik haar niet? Dat lachje betekent toch als we opnieuw spannen? Nu ben ik confused. Ik heb. Geen idee wat. Niet uit. Dus niet. Ja, het is misschien tot 5 uur maar. Want ik dacht. Alle drie 1 keer. Daarna. Allemaal. Dat is. Wat? Die. Dan allemaal. Dan. Emily. En dan Emily met alle pop. Oh, dan heb je 7, ja. Klopt. Ah, ik ben gewoon dom. Don't stay still. Doe wat ik zelf wil. Nou, dan 7 natuurlijk. Dus het is wel van alles. En dan Emily. En dan Emily met alle poppen. En dan heb je 6. I'm just fucking stupid. But we all knew that. Het is nou al die fucking lampen uit te doen. Hi. Maatje heeft er geen zin in, hè? Kut clown die denkt van laat ik maar wegblijven. 1 keer geprobeerd. Ja. Godverdomme, don't do that. Hi. Ja. Dat kan ook. Zo dichtbij. Don't stay still. Again. Waarom zo dichtbij? Bitch. Niet daar grijpen. Waar ben je? Oh, hi. Waarom stopt mijn zaklamp uit? Daar kon ik dood zijn. Ja, daar kon ik dood gaan. Kijk, dat is dus een normale afstand, weet je. Ik hou niet van clown, dus rot maar op. Klote tetris, joh. Denk je nou allemaal.
No. Boom. Don't run from Chester. Dus wat doen we dan? Wegrennen van die motherfucker. Licht aan. Schoon me dood van die doos. Van clown daar, doos geeft licht en ik schrik daarvan. Toen is die deur dicht. Je moet, hij spannen wel vaak. Spannen 3 keer achter elkaar, die bitch. Je moet uit de kamer gaan, dat is ver genoeg. Oh. Ik dacht dat ik dat overleefd. Ik dacht dat ik net op tijd bewoog. Of ik bewoog mijn muis, ik weet niet. Ja, ja. Ach ja. Oh ja, ik dacht dat ik op tijd bewoog. Apparently not. Is Kiki de überhaupt wel? Kiki's was niet gespawnd. Net. Max. Fucking Chester doet licht in het uit, of fuck die deuren dicht. Fucking hell, nee, waarom? En dan moet je nagaan, dit terwijl je fucking Emily aan het zoeken bent. Zie? Zit fucking Chester het licht uit. Oh, hi Emily. Wat doe je daar? Ik heb Chester nog niet kunnen zien. Hij spande in een hoek, maar ik ben gewoon veel te snel weer hier. Yo. We gaan de deur openen. Dat was een test eigenlijk. Ik weet niet waarom ik dat deed. Ik wou hem wel zien. Dat het makkelijker is. Ik weet niet waarom ik dat deed. Ik had ze maar af kunnen doen. Dus Kiki spant dit uur niet. Omdat ze het al lastig genoeg vinden met Chester en Tetris. Nogmaals, ik wil dat Chester hier spant. Dan kan ik Chester even zien. Als ik hier blijf staan, spant Chester dan gewoon niet of zo? What the fuck? Jawel. Dat was Chester. Waarom de fuck is dat zo agressief? Dicht aan. Dat is zo agressief. Chester niet zo, maar dat is cool. Ook al is Chester is ook al een paar keer achter elkaar gewoon gespant in ieder fucking kamer. Eens kut is dat ze dus tegelijk kunnen spawnen. Ze hebben geen cooldown ervan of zo. En dat is nu natuurlijk niet heel erg.
Maar wanneer je dus dingen moet vinden en moet wegrennen en moet stilstaan en moet kijken en ding, wordt dat best lastig. Daarom wordt er gezegd dat de uur 6 eigenlijk bijna onmogelijk is. Mag ik gaan bieten? Oké. 3. Maar dit is een uur 3. Dus als dit met z'n alle 3 moeten zijn. Ah, wel zo, ja. Dan is nu met z'n alle 3. En dan is het daarna. Dat ding. Dus ik had wel gelijk. Waarom zo dichtbij? Wat een ballengrijper. Ja, oké. Okay. Ah, dit is nog makkelijk. Dus ik zie jullie wel wanneer het wat spannender wordt, denk ik. Ik heb het er al voor uitgeknipt aan het eind van. Het duurt lang. Anders wordt het natuurlijk heel saai. Ik kan natuurlijk ook van Kiki gewoon wegrennen. Zolang ze maar niet aanraken, maar. Aankijken is makkelijker. Maar later moet je wel wegrennen. Dus heb je natuurlijk niet genoeg tijd. En als je dus van de weg rent en je kijkt dus niet naar, dan duurt het ook langer voordat ze weg is. Plus, ik weet niet hoe Chester in de basement gaat. Volgens mij moet je uit de basement rennen. Want de hele basement telt als één ding. What the fuck? Dat was bullshit. Ik dacht dat het zelfs nog aan het aarden, dat hij ook in de daar spande. Maar dat was gewoon even geluid of zo, weet ik veel. Dat hoorde niet. Hey! I hide. Ik ging niet down the hall. Ik deed volgens mij licht aan wat niet mag. Aha. Jumpscare. volgens mij was dat licht, dat is wat ik deed, volgens mij. Hi, hi. Oh, in the dark, ja. Oh, ik heb dat volgens mij niet aangezet, maar. Mooi.
Ja, ik weet niet precies wat ik nu moet zeggen. Dus gewoon Emily zoeken. Overal boven kijken, hopen dat er daar is. En anders ben ik dood, want dan zit ze in de basement waarschijnlijk. Wel raar dat je die achievement krijgt, dat ik in het gat ben gesprongen, ook al heb ik dat niet gedaan. Wel raar, want, ja, het voelt mij wel dezelfde jumpscare, dus raar dat dat telt. Okay. Oh. Lekker makkelijk. Zo, hoe was jullie dag? Geen jullie hier te kijken? Waarschijnlijk niemand. Goeie. Ik weet niet waarom ik Emily Mansplayer wil spelen. Ik zag het en ik dacht, oh, dat heb ik nooit gespeeld. Dus technisch gezien wel. Ik heb het heel kort in VR geprobeerd. Wat echt troef speelde. Dus toen heb ik het gerefund en nu weer opnieuw gekocht. En natuurlijk, ik ga één spelen voordat je twee gaat spelen. Twee was wel raar volgens mij. Ik weet niet. Ik heb het heel kort gekeken. Ik weet er niet, daar weet ik echt bijna niks van. Eén is, dit vergeet je niet. Zo makkelijk te onthouden. Dus ja. Het is niet echt een moeilijk spel of zo. Behalve dus de laatste uur wat wordt gezegd. Of veel mensen dat bijna onmogelijk is. We'll see. Basement. Basement. Nou. Basement waarschijnlijk. Nu is als goed hetzelfde, maar dan is iedereen er. Je hebt er iets langer, je hebt 90 seconden, maar alsnog. Is helemaal niks. Ga je nou waarom als hier zou zitten dat ik dan gewoon dood ben? Ja, en Chester ook. Chester kan ook beneden spawnen. Niet dat ik dacht op de chest, omdat ik al onderweg naar boven was, maar. Ik zag er boven niet. Ah. Ter gelach aan zijn handen door de deur. Waar is ze? Waarom ben je daar? Hi, bitch.
Ik wou er nog niet pakken. Maar oké. Ik had niet wat er zou staan. Mister, dat is echt lastig natuurlijk, want dan moet je stilstaan. Nou, ik weet dat ze hier is. Oké, okay, dit voelt goed. Als ik gewoon zoveel tijd over heb en ik heb er al gevoel. Hoe lang stond zij daar al? Ik hoorde dat lachje niet. Ze was er gewoon in één keer. Dat zal wel. Zo'n chest maar nu niet wel. Of Please. Bedoel, of hem. Mooi. Dat is wel gevaarlijk aan de wacht. Dus. Kijk, zoals ik zeg, zolang ze maar niet in de fucking basement is, dan is er niks aan de hand. Als dit in de. Oh, daar ben je. Mooi. Je doet een fucking flashlight uit. Oh nee. Waar heb ik niet gekeken? Ik heb overal gekeken, denk ik. Ik zag haar niet. Poging 2. Ik was wel fair. Ik had er drie keer. Ik had er volgens mij maar één keer hoeven te winnen, letterlijk. Dat was de laatste keer, denk ik. Fuck. Ik weet niet wat de kans is dat ze in de kelder spant. Hi. Wil je dat niet doen? Really? Ja, ik had om moeten draaien. Dat klopt. Poging 3. Ik wist dat Kiki eigenlijk achter me zat. Ik had om moeten draaien. Ik weet niet waarom ik dat niet deed. Kijk, weet je wat kut is? Als ik kijk in de basement en ze zit daar niet, dan weet je dat je er boven gewoon hebt gemist. Dat is kut. Er zijn plekken gewoon waar het echt zo donker is waar ze kan spannen. Maar niet uit. Gewoon poging 4 ondertussen al. Poging, wat ik zeg, poging 3 kwam ik wel fucking ver. Eigenlijk ook voor 30 seconden het hele huis boven hebben gekeken. En dan heb ik 30 seconden beneden kijken. Dan heb ik 60 seconden boven en 30 seconden beneden. Als ik... No way. Dit keer denk ik het wel. Ze is hier niet. GG. Waar was ze dan? Dit is aardig lastig. Ik was gewoon fucking close, ik had het gewoon kunnen halen. Maar zover ik weet heb ik elk spawnpunt daar gezien. En dan weer hier beginnen. En dan eindig ik weer bij de basement stairs. Ik heb niet gemist.
Ja, moet wel. Nou, nog een keer. Oh, ze moet echt hier staan nu. Nee. Ik weet niet waar ze is. Ja, ze was wel in de kelder. Ik ga proberen naar beneden te springen. Ik ga even als test kijken of dat nu wel mag. Ik dacht van niet. Even testen. Oh, dat mag. Oh, oké, chill. Oh, what the fuck? Hij hoorde in de basement spawnen. Net. Dus je kan er gewoon in het gat springen nu. Oké, goed om te weten. Alright, oké, het gaat lukken. Just let me out. Vier keer vinden, volgens mij. Als je wacht, tenminste. Minder kans dat ze in de base ontspant. Als je het gelijk pakt, wat ik zeg, dan moet je het vaker vinden, want het is gewoon op tijdslimiet, niet op een vindlimiet. Ik dacht dat ik naar buiten was. Ik dacht dat ze eerst... Eerst dacht ik dat Chester in de ding spande. In die gang. Toen zag Chester daar, was ik op tijd. Dacht ik was buiten in de gang al, dus dat is bullshit. Maar ik was steeds dood, want ze waren alle drieën. Dan had ik sowieso Kiki niet overleefd. Als ik straks toen was over Chester. Poging 6. Het begint goed. Ah. Niet de bedoeling, maar niet uit. Ik wil er niet gelijk pakken. Serieus, tweede keer in de fucking basement? Oh, ik was buiten! Waarom is hij zo geglitcht? Dan ben ik net iets te vroeg of zo en dan denkt hij... Spant in die kamer, maar dan is hij agressief in de andere kamer waar ik ingelopen ben. Wat een bullshit. Zij was wel... Waar was zij? Waar was ze? Soms is het raar. Dan spant ze voordat ze weg is. En dan denk ik, oké, dan slag je van dat ze weg is. Maar dan is ze dus niet weg. En dan dacht ik... Dat zit ik al in mijn hoofd. Want volgens mij is ze niet weg. Nou, ik zag haar helemaal niet. Nou. Godverdomme, man. Kijk, echt alleen dat het lachje is, betekent het ze spant. Weggaan is echt helemaal niks. Zo ook al staat ze er nog, en ze het lachje en dan gaat ze weg, ze spant echt anders. What the fuck?
Nice. Dit is de derde keer al, dus. Misschien, maybe. Als ik het overleef. Waar is ze? Waar is ze? Daar is ze. Please, be ergens makkelijk. Laatste keer als het goed is. Please, don't make it hard. Ik dood. Ah, mijn god. Auwe. Bro. Ja. Mag niet bewegen. Draai om. Luister naar de een, ga dood door de ander. Ja, wat kon ik daar tegen doen? Ja, oké. Ik dacht dat het hem serieus zou zijn. Dat kon hem zijn. Dat had hem serieus gewoon kunnen zijn. Ze was daar toch? Ze was in die kamer. Dus ik keek zo weg van, hey, kom even in zicht. Ze kwam niet in zicht, toen kwam Chester. Was ze blijkbaar achter me. Wat een bullshit. Ze was laatst nog in die fucking kamer. Dit is de reden dat ze lastig is. Het is gewoon een bullshit. Twee keer had ik gewoon het kunnen halen, makkelijk. En gewoon dood in de bullshit. Loop! Ja. Ik moet gewoon, als ik stil moet staan, moet ik even de richting waar ik haar het laatst gezien heb. En hopen dat ze daar nog gewoon nog steeds is. Anders is het gewoon niet mogelijk. Op een of andere manier is Kiki gewoon lastig. Chester is het makkelijkst. Clown. Tedders. Is ook al makkelijk. Maar die helpt me echt compleet tegen de anderen. En Kiki is gewoon het gevaarlijkst. Ook wel makkelijk. Als je naar de toekijkt beweegt ze niet. Maar alsnog. Zoals dit, waar de fuck is ze? Als ze nu achter me is, hè, bullshit. Ze moet in die kamer zitten. Ik klik er niet op één, maar oké. Ik zag er helemaal niet, maar ja, ik had sowieso Emily niet gevonden, dat maakt niet uit. Ik hoorde er wel, maar ik kon niet zien waar ze was gespawnd. Oh, dat is even snel opnemen, weet je. Ik heb het hele spel uitgebeeld. Nee hoor, anderhalf uur aan het opnemen waarschijnlijk. Twee keer opnemen, één keer tijd rekenen. Ik wist dat ze zeggen wat last was, wat ik net ook zei, maar... Het is gewoon bullshit. Dat is gewoon de reden dat het zo moeilijk is, het is gewoon bullshit. Ja, Kiki was uitgespannen. Sukken. Ze was hier dus, wel. Mooi. Eerste keer dat ik de fucking basement heb overleefd. Als ik in de basement zit, dan wil ik er zo gelijk pakken. Want als
Fucking chest is spawned in the basement, dan is voorbij al. Nooit dat ze weer in de basement zit. Open die! Wat is dat? Daar wou ik het niet pakken, nee. Die fucking deur ging niet open. En toen liep ik er doorheen. Oh, ik ben dood. Ik weet niet waar ze is. Loop! Ik weet waarom ik glitchte. Omdat Chester spawnen. Nee, Chester, ik sluit die deuren. Ik ben dood. Ik ben niet dood. Maar ik moet er nu ook wel vinden, zeg maar. Mooi. Geen idee hoe vaak ik er nu moet vinden, omdat ik er ook één keer gelijk had gevonden. Laat maar, is maar is sowieso niet nodig. Ik blijkbaar was in die kamer. Want ik keek naar de deur, dus via de deur kon ze niet komen. Ze moest achter me zijn, dus ze was in die kamer. Waarom was ze in die kamer? Don't know. Het was geen fucking reden. Dus omdat ik in die andere kamer was, is ze in de wc gelopen waarschijnlijk. Omdat ze dacht van, oh, dat is de snelste weg. Omdat de AI gewoon kut is. En toen was ze daar. Wordt wel steeds beter. Steeds efficiënter. Terwijl ik nu in de basement heb gevonden, een paar keer. Ze moet daar ergens zijn. Moet. Als we nu achter me zijn, is bullshit. Geen idee waar Kiki is. Ja, fucking hell, man. Ik hoopte dat ik nog op tijd was. Dat ik nog net naar die andere kamer kon lopen. Again, sta stil, ren weg. Waarom iedere keer als ik voor een paar keer heb, ouwe? Ja. Ren door je fucking kamer heen. Ren door de deur in waar je niet heen mag. Ongeveer, waar is Kiki? Maar daar. Het wordt echt soms zo donker. Maar ze is nu al weg. Oh, nu ben ik er. Fucking hate you. With all my life. You are a fucking piece of shit. Ah! Ja, daardoor jumpde ik, ja. Als die bitch in één keer daar staat. In één keer gewoon zo geswitcht, doe mijn licht uit. En dan naast Emily staat. Ja, dat schrik ik. Als ik dan bijna dood ben. Door zoiets. Daar ben je. Hi. Ah, ik mocht niet! Ik keek er aan. Maar ze was net te dicht bij die deur of zo. Weer zoiets, ouwe. Waarom mocht ik niet gewoon door die deur lopen? Blijkbaar was het net te dicht bij die deur. Ja. Hij rende naar me toe. Toegepast ging ik de kamer uit en zelfs dat was te vroeg. Ja, wat moet ik er tegen zeggen?
Teken het licht aan. Teken nou het fucking licht aan, per ongeluk. En soms was ze daar soms net nog niet. Teken nou per ongeluk het fucking licht aan. Is het door de muur gegaan of zo? Bro! Ik zat in de gang, hij spande in de gang. Toen liep ik de kamer in. Ik span ook alle drie, hè? Alle drie. Dan moet je nagaan. Dus ik moest wegrennen van Chester. Weten waar Kiki was. Daarna pas stilstaan. Never fucking mind. Ik ben er klaar mee. Ik ga het later proberen. Ik wist niet in welke zij was, dus ik dacht ik ga naar die, want dan ben ik veilig en dan word ik gepakt. Fucking bullshit. Waarom? Ik wil het wel nog een keer proberen. Ik ga het één keer. Laatste keer. Ik wist niet in welke hij spande, omdat ik ze allebei liep. En ik wou niet aan, dus ik dacht van nou, ik haal dat wel makkelijk. Dus het punt is dat het niet zo moeilijk is. Het is gewoon door de bullshit dingen dat het niet mag. Ik ga even doorlopen, even kijken of ze daar was. En dat was toevallig. Precies toen ik naar beneden sprong. Die wil ik niet tellen. Nou ja, dan ben je gewoon dood. Want als je daar naar beneden springt, dat is één kamer. Dat is één kamer. I did it. Ik heb het gedaan. Ik heb het gewoon gedaan, jongen. A local pizza delivery person claims that he was trapped and attacked by dolls and a young girl on his last delivery. The location was the same as the one involved in the current death of two locals. Police investigated the house again, but everything appeared untouched since last month. The two dolls were found at the same residence. A box of dolls matching the delivery man's description was recovered. The police cannot determine if this is somehow connected to the mysterious deaths. The pizza delivery man is now
under psychiatric evaluation while the investigation continues. Please stay tuned for the weather. Ik ben in shock. Ik hoop dat mijn geluid nog steeds goed is. Dit is de tweede dag dat ik het probeer. Poging 3 van de tweede dag. Ja, 3 volgens mij. Even pauze nodig gehad, dus dat was de enigste. Ik hoop dat het geluid goed is. Ik ben blij dat ik het gehaald heb. Dankjewel voor het kijken, voor degenen die het hebben gekeken. Ik ga kijken hoe ik al die klote attempts in een edit kan maken. Want edit is best grappig. Ik zie je later. En ik zie je al wanneer ik de volgende weer upload. What the fuck. Oké, okay, dit is fucked up. Ik ben achtergekomen om het spel te 100%. Moet je hem nog een keer beaten. Dus let's go. ik was zo blij dat ik hem had. Ik dacht, yes, klaar. Ja. Ik moet nog 2 achievements. Eentje zit... Hi. Ja, dat was niet... Nogmaals, basement is niet overleefbaar. Maar... Ik heb de achievement. Ja, en nu is het nog een keer beaten. Dus, deel 2 of de montage van elke poging die er gaat komen. Ah, en ik heb ook al een paar dagen niet meer gespeeld. Ik heb hem gewoon. Het kostte me gewoon niet zoveel. Gewoon binnen 10 minuten. Niet meer met jullie. Op een gegeven moment word je er wel goed in. Blijkbaar. De muziek is snel voorbij. Ik heb hem. Ik had niet gedacht dat het zo snel zou gaan. Ik dacht wel, oh, is het weer een half uur mee, weer RNG, al die klote dingen bij dit spel. Maar nee, binnen 3 of 4 keer. Dankjewel voor het kijken en ik zie je later.